Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag ga ik de meest gevraagde vraag behandelen. Namelijk, welk gereedschap gebruik ik allemaal en wat kan er niet ontbreken als je gaat bloemschikken? Daarnaast gaan we vandaag ook lekker bloemschikken, dus ondertussen gaan we lekker aan de slag. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en gaan we aan de slag. Vandaag ga ik jullie dus vertellen welke gereedschappen ik allemaal gebruik. Wat mij betreft echt favorieten zijn. Ondertussen ga ik ook wat gereedschap met jullie testen. Dan kunnen jullie het in gebruik goed zien. En ondertussen gaan we lekker bloemschikken. Dus ik heb de mooiste bloemen weer bij elkaar gezocht om een mooi bloemstuk te maken. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Allereerst, ik gebruik heel veel dezelfde producten. Goed gereedschap is wat mij betreft echt een must. Als je eenmaal goed gereedschap hebt, kan je heel lang mee vooruit. Dit is iets wat ik al heb geleerd tijdens mijn opleiding als bloemist. Nou, dat is al jaren geleden. Maar wat ook echt elke keer wel weer terugkomt. Zorg dat je gewoon goed, kwalitatief goed gereedschap hebt. Want dat is ook heel belangrijk voor het behoud van jouw bloemen. Zorg daarbij ook dat je gereedschap schoon is. Dus dat je regelmatig je gereedschap even schoonmaakt. Ook heel belangrijk. Gaan we ondertussen aan de slag met het maken van een openhart van Oasis. Die stond al lang op mijn lijstje om aan jullie te laten zien. En ik denk, dat kan ik mooi combineren. Dan kan ik jullie gelijk laten zien hoe dit allemaal werkt. Wat ik fijn vind. En kunnen jullie het ook goed zien en gebruiken. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Allereerst wat ik heel belangrijk vind, is een goed scherp mesje. Gebruik ook echt een scherp mesje. Ook met het aansnijden van bloemen. Ik krijg heel vaak de vraag van, mag je het knippen? Snijden is gewoon het beste, omdat je dan een open wond maakt. De bloemen kunnen het water en ja, alles weer goed opnemen, zodat het goed kan bloeien. Kan de voeding goed opnemen, dus dan komen ze gewoon veel mooier uit. Blijft het langer mooi. Ondertussen kan je het eventjes af en toe een keer wat vaker afsnijden. Dan zul je zien dat de bloemen heel snel weer bijtrekken. Als ze het water niet meer goed kunnen opnemen. Dus dat is heel belangrijk. Dan is een absolute must een goede snoeischaar. En je hebt echt heel veel verschillende soorten snoeischaren. Ik gebruik zelf deze heel veel. En dit is echt een mooie stevige snoeischaar. En als je eenmaal een goede snoeischaar hebt, kun je er echt jaren mee vooruit. Ja, ik gebruik het dagelijks. Dit is ook een prima snoeischaar. Die gebruikte ik ook tijdens mijn opleiding veel. Werkt ook echt goed. Dit is een iets mindere, luxere uitvoering, maar ook gewoon heel stevig. Echt prima gebruik. Ik gebruik ze natuurlijk echt dagelijks. Dus deze vind ik zelf het fijnst. Maar dit is ook een prima keuze. Werkt ook allebei mee. Als je hier liggen en dan pak gewoon wat snels voor het gebruik en weg. Een alles knippen vind ik handig als je bijvoorbeeld bloemen op draad hebt gezet. Dan vind ik een alles knippen heel handig. Gebruik ook veel. Maar je kan dan ook een ijzertang, draadtang gebruiken. Ga geen ijzerdraad of wat dan ook doorknippen met snoeischaren. Want dat is zo slecht voor je snoeischaren. Dan heb je hem zo stomp en dan blijft het gewoon niet zo lang goed. Dus gebruik dan gewoon echt een ijzertang. Dan gewone scharen. Is gewoon handig om te hebben als je bijvoorbeeld ook lint moet knippen. Soms zie je bij mij ook blad knippen. Dan is dit ook handig. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog een snoeischaar. Dit is een deluxe flauwknip. Kan je ook prima bloemen mee knippen. Dus ik zou zeggen als basis zijn deze allemaal goed om te gebruiken. Het is net wat je zelf het fijnst in hand ligt. Deze zijn echt wel wat de wat luxere varianten. Dus die zijn ook wat zwaarder. Deze zijn ook echt prima. Als je de snoeischaar hebt van Oase, dan zit je eigenlijk gewoon altijd goed. En jullie zien mij ook in vlogs gewoon echt werkelijk mee werken. Dus ik vertel het niet om te moeten vertellen. Ik vertel dit gewoon omdat ik hier zelf echt gewoon heel tevreden over ben. We gaan lekker aan de slag en ik gebruik ondertussen mooi de materialen.
En dan hebben we een prachtig rijk gevuld hart gemaakt in samenwerking met hun mooie gereedschap. Ik hoop dat ik jullie een duidelijk beeld heb kunnen geven waarvoor je alles gebruikt. Wat ik prettig vind werken en voor welke bloemen. En dat is goed gereedschap echt een must is. Het gereedschap zal ook toegevoegd worden aan de webshop www.uonlinebloemist.nl. Mocht je dat nog even willen shoppen. En dan hoop ik dat jullie het weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op dit kanaal. En blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zie jullie bij de volgende keer weer. Doeg!